dat je weer kijkt naar deze nieuwe vlog. Het is vandaag maandag. Ik heb vanochtend met mama een beetje. Ik heb het hele huis met mama schoongemaakt. En net hebben we geluncht. En ik heb net mezelf even klaargemaakt. En ik ga nu even een beetje aan school werken en een beetje series kijken. Dat is eigenlijk wat ik de hele middag ga doen. Ik heb dus straks boxing braids bij mezelf gemaakt. Ze waren best wel goed gelukt voor de eerste keer. Ik wilde ze eigenlijk nog filmen, maar ik heb ze er alweer uitgehaald. Want deze zat niet, aan deze kant zat hij niet helemaal lekker. Maar opa is net hier gekomen. En hij gaat alle muren nog één keer oververven. Want bij deze, die achter mij, zie je het oude behang er nog door. Zo, ik heb trap gelopen en ik zit helemaal te hijgen. En de andere muren zijn niet glad. Dus daar komt nog een laagje overheen. Want bij de eerste laag trok het verf zeg maar eigenlijk in de spikkeltjes en dan trok het weg als het opdroogde. Dus er zitten allemaal nog witte plekjes. Dus daar komt hij nog even om het over te verven. Ik wil even laten zien, hier bijvoorbeeld heb je zo'n stukje waar allemaal witte puntjes zitten. Ja, op camera zie je het niet heel goed, maar je ziet het wel. Dus daar moet hij gewoon even over en ik hoop dat als het nog een keer over is, dat het dan gewoon, dat het dan wel gewoon mooi is. We hebben net de verf bekeken en met de oude verf en de nieuwe verf zit echt een super groot kleurverschil. En echt zo erg. We hebben ook een stukje de muur geschilderd. En je ziet echt gewoon zo erg dat het gewoon een andere kleur is. En het is een stuk grauwig donkerder. Dus het is gewoon, ik vind het niet zo'n mooie kleur. Dus we gaan vandaag de decorette dicht. Dus morgen gaan we er gewoon even mee terug. Dus beginnen we met de donkere wand. Salesforce automation, so this is all through automated systems, but what you can think of is cross-selling and upselling. Can you integrate that into your blueprint? In some sort of way. Sorry? Yes, you can. At different points, right? So when they order, okay, would you like this on top? Ik had tot 5 uur les en daardoor was ik pas om 6:15 thuis. Ik wilde vanochtend eigenlijk nog even laten zien wat ik vandaag aan moest. Alleen, het was nog veel te donker toen ik weg moest. Dus ik dacht, dan laat ik het na school even zien. Ik moest namelijk vandaag in pak. We hebben, als we guest lectures hebben, dan moeten we in pak. Gewoon om er netjes uit te zien. En ik heb vandaag dit blouseje erbij aangedaan. Want ik heb maar gewoon een wit blouseje aan. Maar ik had zin in iets anders dan een wit blouseje. Dit is eigenlijk een langer blouseje, maar ik heb hem gewoon in mijn broek gepropt. En het is dus mijn pak. Het is gewoon een pak van de H&M. Super chill pak vind ik het. Deze broek zit echt super lekker. Dit blouseje is van de Primark. En mijn schoenen zijn van Paul Green. Ik heb vandaag dus de hele dag school gehad. Echt van 9 tot 5 moesten we. Ik heb wel een paar tussenuurtjes gehad. Want we begonnen eerst met een interview en er waren in groepen verdeeld. En wij waren al best wel aan het begin van de ochtend, dus toen hebben we wel nog 1,5 uur ertussen gehad. Dus toen heb ik Suits gekeken en dat interview was van 1/8 voor ons punt voor het vak Operations Management. En het ging op zich wel goed. Ik denk dat we sowieso een voldoende hebben. Aan het einde van de week krijgen we ons cijfer te weten, dus ik ben benieuwd. En verder, ja, omdat ik de hele dag gewerkt heb, vind ik het wel lekker om vanavond gewoon lekker uit te rusten. Dus ik ga zo meteen gewoon lekker Suits kijken en straks zondag Next Topmodel kijken. En ja, gewoon lekker niks doen vanavond. If you think about it, so by only lowering your material cost or your purchasing cost with 2%, your return on investment can go up. Het is alweer zaterdag en ik
heb gewoon ja, school gehad. Dus ik moest echt van 9 tot 5 dagen naar school. En verder heb ik een beetje aan school thuis gewerkt en een beetje series gekeken. Dus het was allemaal niet zo interessant. Gisteravond heb ik gewerkt. En vandaag heb ik weer de hele dag eigenlijk aan school gewerkt. Aan een opdracht die volgende week af moet zijn. Dus ook allemaal niet interessant. Maar vanavond gaan we lekker uit eten. We gaan uit eten bij Grillig. Dat is een tapas restaurant. En het is echt super lang dat ik er heb gegeten. En ik heb er echt super veel zin in. We were in love with the sun. We were in love with the sun, sipping on coke and rum. My head up in the clouds, but when I look back now. Het is alweer dinsdagochtend. Ik heb het echt super druk en ik zal nog wel uitleggen waarom. Dus mijn hoofd staat niet helemaal naar vloggen. Maar ik ga nog wel zoveel mogelijk proberen te vloggen. Ik denk dat het dan wel deze vlog iets meer zal bestaan uit gewoon beelden dan dat ik veel praat. En ik moet deze week ook gewoon de hele week naar school. Ik ben geen één dag vrij. Alleen in het weekend natuurlijk. Maar ja, dat is het eigenlijk. En zometeen ga ik dus richting school. Daar heb ik eerst een workshop van 2 uur. Daar heb ik 2 tussenuren waar ik aan school ga werken. En dan heb ik weer 2 uur. En dan is het alweer 5 uur en dan ga ik weer naar huis. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn dag voor vandaag. Nou, ja. Nou, assortiment. Ik wilde even een nieuwe haarstijl uitproberen. En ik ben begonnen met mijn haar in een soort van boxing braid aan beide kanten te braiden en dan hier wat haar eruit te laten. En dan heb ik nu niet gedaan, maar dan is de bedoeling dat die 2 vlechten dan hier ongeveer op dit stuk van mijn achterhoofd, dat ze dan samenkomen en dat ik ze dan daar in 1 vlecht en dat er 1 vlecht hangt. Ik heb alleen wel heel dun haar, dus ik heb nu hier helemaal geen haar meer hangen. Dus als ik dit doe, dan moet ik wel mijn haar zo naar achter houden. Maar ik vind het echt heel leuk. Maar het is wel even een gedoe om het helemaal gevlochten te krijgen en die vlechten straks bij elkaar krijgen. Ik weet niet hoe ik dat voor elkaar ga krijgen. Maar ik ga het in ieder geval proberen. Ik heb net Holland's Next Topmodel gekeken. En ik heb al een paar weken echt een top 3. En dat zijn Akke Marije, Emma en Noor. Akke Marije staat bij mij echt wel op nummer 1. En dan ja, Emma en Noor staan bij mij een beetje op gedeelde tweede, derde plek. En ja, ik hoop dus dat hun volgende week alle 3 doorgaan naar de finale. En dat Akke Marije dan uiteindelijk wint. Verder ga ik zelf nu even douchen en daarna ga ik nog wel even een serie kijken en dan ga ik lekker slapen. Het is nu woensdagmorgen en ik ben nu onderweg naar de bus om naar school te gaan. Daarna ga ik nog naar Tilburg en vanavond moet ik met mijn oma naar het bezoekuur voor mijn opa, want die ligt nu in het ziekenhuis, al is geopereerd. Dus ik heb een druk dagje. Ik loop hier met Manu's in de stad en we hebben lekker geshopt. En we gaan nu even lekker verder. En nu gaan we weer richting de trein en bus om naar huis te gaan. Doei!
When I spent the summer on you. When I spent the summer on you. Ik ben net met oma naar het ziekenhuis geweest om mijn opa te bezoeken. Die is geopereerd. Volgens mij heb ik het al verteld. Ik weet niet zeker, maar bij deze hij is in ieder geval geopereerd. En ja, er was niemand die hem kon brengen, dus ik ben met oma daarheen gereden. Mijn telefoon gaf even een melding. En... Oké, net tijdens het filmen crashte mijn telefoon weer. Dat doet hij de laatste tijd echt heel vaak. En dan moet ik hem aan het stopcontact of aan een externe batterij gewoon aan de stroom aansluiten. En dan doet hij het weer. En ik weet echt niet waar dit aan ligt. Het is super irritant, want hij is niet leeg. Ik weet niet wat er gebeurt. En ik weet ook niet, ik heb niet echt een patroon erin kunnen zien dat, oh, het gebeurt dan. Meestal heb ik wel mijn muziek aanstaan, maar volgens mij ook niet altijd. Ik weet het gewoon niet. Ik weet niet wat het is. Het is super kut. Maar goed, ik ben dus nu weer thuis. Het is al 9:30 geweest en ik moet nog aan mijn opdrachten verder gaan. Dus ik denk dat het een lange avond wordt en morgen moet ik om 6:00 uit bed. Dus wordt even doorbijten. Maar we gaan ervoor, want ik wil geen studievertraging. Het is ondertussen alweer vrijdagochtend. Ik heb gisteravond vannacht tot 3:00 s'nachts doorgewerkt aan mijn assignment, maar hij is af. Ik moet nog wel even de evaluation forms ondertekenen, dan moet ik mijn coach het ondertekenen en dan moet ik ze uploaden. Maar dan is alles gewoon klaar, eindelijk klaar met de stage. Echt alles gewoon afgehandeld. Ik ben er zo blij mee. Verder ga ik zo nog richting school eventjes en daarna ga ik nog met een vriendin lunchen in de stad en... dan nog wat winkelen, want we hebben allebei een nieuwe winterjas nodig. En ik had gisteren ook nog 2 Catrice lipproducten gekocht van de nieuwe collectie. Ik heb ze alleen nu even niet bij de hand. Als ik het niet vergeet, zal ik ze later nog even laten zien. Ik ga er zo ook even straks eentje opdoen in de bus. En dan ga ik nu richting de bus lopen, richting Breda. Ik heb eigenlijk echt alleen een t-shirt aan en een spijkerjasje. En het is helemaal niet zo koud. Het is maar maximaal 14 graden vandaag, maar de zon schijnt en het is echt super lekker weer. When I spent the summer on you. Zondagochtend. Ik heb gisteren op zaterdag een lekker rustig dagje gehad. Ik heb een heel klein beetje aan school gewerkt en ik heb een paar afleveringen Suits gekeken en met zusje een deel van Harry Potter deel 5 'smiddags. Toen hebben we 's avonds friet gegeten en daarna moest ik om 6:00 alweer werken en 12:00 was ik pas weer thuis. Dus het was echt een vermoeiende avond. Vanochtend heb ik ook, ben 10:00 pas opgestaan, heb ik even ontbeten en toen heb ik nog 1 aflevering Suits gekeken. En ik moet om 1:00 alweer werken en waarschijnlijk tot 9:00 of zo, dus wordt weer een lange en vermoeiende dag. Maar ik ga er tegenaan en ja, dat is het eigenlijk tot nu toe. Hey, ik ben weer thuis van werken. Het was echt een super drukke dag. Het was natuurlijk 20 graden vandaag, dus iedereen besloot weer op het terras te gaan zitten. En ja, het was zo druk en we moesten echt de hele tijd rennen en we konden er bijna niet bijhouden. Op een gegeven moment stonden glazen overal. Dus het was best wel een zware dag. En toen, s'avonds, hadden we serieus gewoon 1 reservering. En daar is het ook gewoon bij gebleven, 1 tafel. Dus het was echt, we kregen het 's middags echt mega rustig. En verder heb ik dus van 1 tot 9 gewerkt en ik ben helemaal kapot. Tenminste, op zich. Mijn lichaam niet, mijn voeten doen best wel pijn, maar ik ben gewoon mentaal moe eigenlijk. En ik ga nu nog even een aflevering van Suits kijken en dan ga ik lekker slapen, want morgen moet ik weer om 6:00 opstaan. Bij deze wil ik dus ook de vlog afsluiten. Superleuk dat je hebt gekeken. Als je het leuk vond, doe dan je duimpje omhoog. En wil je meer van mijn video's zien, abonneer je dan op mijn kanaal. En dan tot de volgende keer weer. Doei!